I'm in love with you, but this ain't the honeymoon. We're past the infatuation phase. Right in the thick of love, sometimes we get sick of love. Seems like we argue every day. I know I misbehaved, you made your mistakes. We both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first. We'll make this thing work. I think that we should take it slow. We're just ordinary people. Take it slow, take it slow, oh, oh. Oh, kippenvel hier. This time we'll take it slow. Gaan mensen staan in het publiek. Wow. Oh mijn god, kind. Een staande ovatie. Dit is toch een droom voor jou? Ja, ik zat er ook helemaal in. Ik ben er echt opgeslokt door dit liedje ook eventjes. Ja, Gerard. Jezus, Dion, jij moet gewoon zangeres worden. En dat heb je zo ontzettend bewezen net. Al je stemkwaliteiten zaten erin. En met Marcel samen in dit duet. Ja, kippenvel, echt. Waanzin. Ook te genieten, hè? Ja, ja. Angela? Ah, ik denk helemaal niet dat je zangeres moet worden, want dat ben je al. Je bent al een zangeres. Ja. En herstel. Wat ben je toch op je plek gevallen in dit programma? Ja. Kijk eens wat er met je gebeurd is, schat. Ja, ik voel me ook zo goed. Het is echt het leukste avontuur wat ik ooit in mijn leven heb mee mogen maken. Ja, en weet je, je bent echt een originele chick met een fantastisch geluid. En jullie zongen op een gegeven moment, keken jullie naar elkaar en jullie zongen We're just ordinary people. Wij zijn gewone mensen. En dat kwam opeens zo binnen. Want dat is ook tekstbeleving. Dus wij zien hier vanavond, dames en heren, het is echt een heel hoog niveau wat we vanavond zien in een programma met mensen die niet eens zangers zijn. Ronnie, de punten. Yes, ja, een prachtige stem, maar ook zo creatief. Dat vind ik nog het hardste van alles eigenlijk. Dus een 10, man. Een 10? Oh my god! Gerard, een 10. Dank je. Wauw. Angela, ga je het doen? Ja, 10. Ongelooflijk, 3 keer een 10.